Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 18 Ajax Career Mode. En vandaag is het zover, we gaan naar seizoen 2. Seizoen 1 zit erop, we hebben de halve finale van Europa League bereikt. En nu gaan we dus naar seizoen 2, toen seizoen 2 wordt lijp. We krijgen natuurlijk Messi, Ibrahimovic, Schweinsteiger, Özil. Dus dat zijn mooie spelers om naartoe te kijken. Ondertussen gaan we nog even zoveel mogelijk trainen hier in seizoen 1, totdat dat niet meer kan. En dan gaat seizoen 2 vanzelf starten. Dus voor jullie valt er niet veel meer te zien hier in seizoen 1. En gaan we skippen naar wat vooruitgang. Oké, ik kreeg een berichtje over nog wat contracten die aflopen. We zien hier Dankerlui, Motta en Alblas. En eigenlijk wil ik Motta nog wel proberen te behouden. Hij was op zich al nog redelijk belangrijk in het eerste seizoen bij ons. Ook al zit hij op leeftijd natuurlijk. Maar als we hem kunnen behouden in een zo kleinere rol van de bank of zo, hoor je mij zeker niet klagen. Dus we gaan onderhandelen met Motta. Thiago Motta, ik zou hem willen behouden bij het team. Hij wil een belangrijke rol, dat kan ik wel accepteren. Dat is niet per se cruciaal, dus dan kan ik hem soms gewoon op de bank zetten. 1 jaar ontslagclausule. Dat wil ik wel veranderen, denk ik. Of, nou ja, fuck it, we laten hem wel hier. Geen ontslagclausule. 15.500 per week is het salaris. Wauw. Dat is in één keer even een dump. What the fuck? Van 71.000 naar 15.500. En een kleine tekenbonus. Ik kan daar prima mee leven. Ik kan daar helemaal prima mee leven. Dat gaan we gewoon mee akkoord. Dat is echt no problem. Had ik niet verwacht. Nou zit hij dus op 16.000 salaris. Dat is echt een flinke korting. En de andere twee met een aflopende contract hoef ik niet te behouden. Uit mezelf. Dus dan kunnen we weer doorsimuleren naar wat er nog komen gaat. Er is nog een berichtje. Maandelijks verslag jeugdteam. En dan kan ik dus spelers promoveren als ik dat zou willen. Maar tot nu toe hoef ik dat niet per se. Deze guy... Maar op zich kan het nog net misschien. Hij heeft potentie van maximaal 85 nu. We shall see, we shall see. Nou, kunnen we ondertussen nog steeds een training doen. Speler van de maand. Krijgen we nou nog spelers van de maand? Is Feyenoord nog aan het voetballen of zo? Of wat is dit? Nou ja, whatever. Het maakt mij niet uit. Trainetje er weer tegenaan en weer doorsimuleren. We hebben ook weer een doelstelling behaald. Eerder dit jaar streefden we naar verlaag onze kosten en eindig het seizoen met 10 miljoen aan niet uitgegeven transferbudget. Nu onze eerste financiële rapporten binnen zijn, kunnen we bevestigen dat dit doel is bereikt. Bedankt voor uw inzet bij het behalen van die doelstelling. Nou, graag gedaan hoor. Ik kan niet zeggen dat ik er echt mijn best voor heb gedaan, want ik heb best lijpe spelers nog tussendoor gehad. Ah, Tjerni is weg op internationaal voetbal waarschijnlijk. Ja, die is gone. Moet ik iemand anders trainen? Maar dat beslis ik wel even buiten opname om wie dat gaat worden. Nouri is terug van blessure. Voordat mensen gaan beginnen over hij kan in het echt niet meer voetballen, blablabla. Bla bla. Dit is FIFA. Ik ga blijf hem gewoon nog even gebruiken. Ik bedoel, anders hebben we hem helemaal voor niks. En dat is toch ook zonde? Dus vandaar dat ik hem voor nu gewoon blijf gebruiken. Wat is met Özil aan de hand? Want wij krijgen Özil natuurlijk nog van hun eigenlijk. Dan vraag ik me af wat er met Özil aan de hand is. En het seizoen zit er bijna op. Daar gaat weer een transferperiode van start. En we zitten nog in onze stoel, dus we zijn niet ontslagen. Maar we hebben ook een goede beoordeling van 91. Dus wat dat betreft kan het bestuur ook niet klagen, lijkt mij. Hier heeft de game even moeite met de simulatie stoppen. Dus we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Oké, speler is terug van uitlening. Maar dat maakt even niet uit. We gaan het seizoen nu echt beëindigen. En door naar het volgende seizoen. Hier is de evaluatie. Het einde van het seizoen is aangebroken. En we zijn bijzonder te spreken over uw prestaties. De spelers en staf kijken naar u op. En u hebt zich de visie van de club op een geweldige manier eigen gemaakt. Zowel binnen als buiten het veld. We zouden erg blij zijn als u komend seizoen bij de club blijft. Hoogachtend de directie. Oh, maar we blijven ook. Geen zorgen. Wij blijven lekker plakken. Daar is een toekomstbelofte aan José Lara van Sevilla.
Maar goed, daar hebben wij niks mee te maken. Nou zijn we aan het klaarstomen voor het nieuwe seizoen. Seizoen 2 gaat officieel van start. Oké, dan zijn we terug in het nieuwe seizoen. Shirtverkoop is, ze willen 70 miljoen verdienen aan de verkoop van shirtjes. Die is hier, dan zien we hier wat informatie over de transfermarkt. Dat boeit ook niet. Ik heb echt een spraakgebrek nu alweer. Die evaluatie kunnen we verwisselen of verwijderen bedoel ik. Gaan we hier nog even de training weer opnieuw instellen. Zo, de training staat. Ik heb weer wat neergezet. Weuber traint nog door. Kluivert, Neres, Nouri en Eiting. Eigenlijk hetzelfde wat ik hiervoor had, geloof ik. Nou, de transferperiode gaat losbreken. En ik ben benieuwd of wij gekke aanbiedingen gaan krijgen. Zelf ga ik uit mezelf deze aflevering op zoek naar een nieuwe rechterverdediger. Want ik ben niet echt tevreden over Abate. En ik zie heel veel berichten binnenkomen. Dus ik denk dat we aanbiedingen gaan krijgen. Oké, we hebben ook weer een deelname voor een vriendschappelijk toernooi. Die ga ik afslaan. Daar heb ik dit keer geen interesse in. Ik wil gewoon die transferperiode in. Maar wat zijn al die berichten? Daar ben ik benieuwd naar. Want we hebben een inbox vol met 7. Aankomst van speler waarmee wordt onderhandeld. Ayoub. Zlatan. Oh my god. Özil. Messi. Jeetje. Ze zijn er allemaal hoor. En daar is Schweinsteiger ook goed gedaan. We willen je bedanken dat je school hebt bij het behalen van Nederlands bekendheid. We willen volgen door een toptalent. Ja, nou toptalent hebben we zeker. En Veldman is natuurlijk weg. Waardoor we ook sowieso nu een rechtsback moeten halen. Ons transferbudget staat op 30 miljoen. Dat is niet verkeerd. Oh, dit wordt insane. Als we nou de bank gaan checken waarschijnlijk. Kijk, dan Schweinsteiger, Messi, Özil is al geblesseerd. Dat is superbalen. Ayoub hebben we ook erbij. En natuurlijk Zlatan Ibrahimovic. Maar dit is gekke werk, deze spelers. Welkom Messi vooral. Dat is gewoon gekke werk. Ik ga een andere opstelling nog maken voor al deze nieuwe spelers. Maar nu ga ik zelf vooral op zoek naar een rechte verdediger. Andere transfertips mogen jullie natuurlijk allemaal in de reacties gaan zetten weer. Oké, daar ben ik dan weer. Ik heb wat rechte verdedigers gezocht. En ik zal jullie laten zien wie dat zijn. Ik ga even sorteren op positie. Anita stond er al op. Nou, de welbekende van Bayern. Ik hoef zijn naam niet eens meer op te noemen. Krijg ik iedere transferperiode te horen van probeer hem te halen. Hij staat er weer bij. Ik ga nog niet bieden, want ik ga ook verdedigers scouten. En daar wacht ik eerst op, zodat we alle info hebben en gewoon alles tegelijk kunnen doen. Dan is hier nog Semedo, die is ook al een paar keer opgenoemd. Natuurlijk goede verdediger. Bellerin heb ik erop gezet. De man van Tottenham hier. Alleen de speler is dus pas bij de club gekomen, want hij zou eigenlijk bij PSG moeten zitten. Dat weten we allemaal. Dus dat gaat waarschijnlijk niet meer worden. Mitchell Wijzer, die heb ik zelf opgezocht. Best goed potentie, is al wel 24. Maar goed, zijn potentie maakt hem toch wel aantrekkelijk. Dus die gaan we scouten. TT staat erbij. Alleen hij wordt uitgeleend momenteel aan Malaga. Dus daar kunnen we niet op bieden. Dat is super jammer. En deze gast kwam ik ook tegen. Benjamin Henrichs. Is nu 21. Niet top in zijn algemeen. Iets van 76 of zo geloof ik. Dat is ook niet slecht. Maar zijn potentie van wat ik zag was iets van 86. En dat maakt hem wel heel aantrekkelijk. Dus daar zit ik best wel naar te leunen om te halen. Maar dan moeten we eerst scouten. En dat is wat we gaan doen. En dan kunnen we in de tussentijd zien of we ook aanbiedingen krijgen op onze spelers. Waardoor ons budget wat hoger wordt. Want 30 miljoen is niet superveel. Laten we eerlijk zijn. Dus we hebben geld nodig. Dan zie ik hier een aanbod op Lukaku om uit te lenen. Eenjarig bod. En op zich kan ik dit best doen. Want buiten Lukaku op zijn plek staat natuurlijk al Shaw. En ik train hem ook niet. Dus voor hem is het best wel zonde dat hij hier zit. En ik heb nog, even kijken. Heb ik nog een andere linksachter? Nee, maar die zou ik eventueel wel kunnen lenen ergens vandaan. Een eigen. Dus op zich wil ik dit wel doen. Maar aan de andere kant, we gaan wel Champions League spelen. Dus misschien wil ik hem ook wel bewaren. Ik ga nog geen keus maken. Oh, en nou wordt het interessant. Nou wordt het interessant. Dolberg is natuurlijk nog wel redelijk populair. Hij heeft niet super slecht gespeeld vorig seizoen. En hij was ook nog geblesseerd tussendoor. En hier
heeft hij een bod binnen, 28 miljoen. We moeten antwoorden, kunnen een tegenbod doen en we kunnen het opkrikken naar tussen de 44 en 64 miljoen. Dat is best veel geld. Ik denk alleen dat we het nog hoger kunnen maken als we het behouden. Hij is pas 20. En dan vind ik het zonde om hem weg te doen. Hij is nou 81 algemeen. Dus daar ga ik eigenlijk nog geen antwoord op geven. En Lukaku, na een beetje nadenken, wil ik hem eigenlijk niet wegdoen nu nog. Wil ik hem eigenlijk gewoon behouden. Dus dat gaan we gewoon afwijzen. En ja, Arnaud Dolberg ga ik even laten staan. Laten staan en dan mogen jullie daarover meedenken. Mits dat bot blijft staan door de hele aflevering heen dat ik nog doorga. En dan mogen jullie reageren wat ik daarmee moet. Moet ik Dolberg verkopen? Ik wil hem eigenlijk niet verkopen. Ik denk dat, dat we er nog veel meer uit kunnen halen dan wat we nu zien. En ook echt nog veel meer. Dus dan vind ik het zonde om hem nu te verkopen. En nu met de betere spelers om hem heen gaat hij misschien nog meer scoren. Helemaal mooi voor zijn waarde, laten we eerlijk zijn. Dus vandaar dat ik dat gewoon nog wil behouden. Dat ik hem nog wil behouden. Er is een bot op een van onze spelers die op ons lijstje staat. Mitchell Wijzer krijgt een bot van 16,2 miljoen. En dat komt van Manchester United af. Dus als we voor hem gaan, moeten we gaan strijden. Maar ik wil eigenlijk die andere guy. En dan is hier, het bot is alweer ingetrokken. Nou, helaas, niks aan te doen. Gaan we nog even door. Want ik wil al wel een rechterverdediger aantrekken. Dat wil ik gewoon doen. En ik wil niet per se direct Dolberg al verkopen. Nouri gaat eentje omhoog. Lekker, Nouri. Die kunnen we dit seizoen nu mooi trainen. Hopelijk raakt hij niet weer geblesseerd. Want dat zou zonde zijn. Laten we daar eerlijk in zijn. Dat zou gewoon oprecht zonde zijn als hij geblesseerd raakt. Goed. Nou, ik zie nog steeds geen nieuwe aanbiedingen komen. Ik krijg ook nog geen bericht over de scoutingsrapporten. Super zuur. Duurt allemaal even. Maar het zal vast niet heel lang meer duren. En het is nu eigenlijk voorbij, zo te zien. Het laatste scoutverslag is binnen. Wij gaan even snel checken. Hoeveel ze waard zijn. Benjamin Harris, 13 miljoen waarde. En hier is United. Oh, United heeft me overgenomen. Dat hebben ze snel gedaan. En nee, is hij ook net nu in plaats van 10? Dat hoop ik toch niet, hè. Want dat zou echt super, maar dan ook super kut zijn. Want dan weet ik niet eens achter wie ik aan moet gaan. Ik ga snel checken. Ik ga heel snel checken. Kunnen we hier nog achteraan? De speler is Bas. Waarom heb ik daar geen fucking melding over gehad dan? Of was die al net verhuisd? Was die net ook al verhuisd toen ik keek? Ah, dit is balen. Uitgeleend, pas bij de club gekomen. I got outplayed. Ik ben echt uitgespeeld door de andere teams. En niet zo zuinig. Ik heb nieuwe rechtsachters ook nog eens nodig. Teams zijn me voor geweest. Dit is super, super, super kut. Maar ook echt super kut. Wanneer is hij vertrokken? Ik snap daar helemaal niks van. Laten we eens even checken. Is dat dit seizoen nog gebeurd? Dan snap ik niet dat ik daar geen melding van kreeg. Daar is Wijzer gegaan. En die andere guy is niet dit seizoen gegaan, lijkt erop. Maar ik kan ook nog steeds niet bieden. Nou ja, dat is pech. Dat is heel klote zelfs. Als jullie tips weten voor een rechtsachter, we hebben het echt nodig. Laat dat vooral achter in de reacties. Ik ga hier bij de aflevering afsluiten. Jullie mogen weer losbarsten met transfertips. En dan gaan we daar zo gauw mogelijk mee aan het werk. Vond je dit wel een leuke video? Laat dan een duimpje omhoog achter. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. Tot de volgende keer weer. Laters.